De vrijheidssoep, chef en schrijfster Yvette van Boven, die is gevraagd om het recept voor de vrijheidsmaaltijdsoep van 2021 te maken. En Barry Huis, hij is op dit moment live ter plaatse. In Haarlem, aan de Merrelvingerstraat bij Stichting Dok. Barry, daar wordt soep gegeten, hè? En er wordt inderdaad hier ontzettend veel soep gegeten. Er is dan waarschijnlijk geen bevrijdingspop nu op de hout. Maar dat betekent niet dat iedereen van de bevrijdingspoppen stil zit. Want ze hebben namelijk 1300 blikken soep geschonken aan Zorgbalans. En we gaan nu even naar binnen en we gaan even kijken hoe het met die, soep is. En hier hebben we Daphne. Goeiedag Daphne. Hé, hey, wat gebeurt er allemaal voor leuks? Ja, we hebben hier vrijheidsmaaltijdsoep, omdat er natuurlijk veel dingen niet door kunnen gaan. Zal ik hem afdoen voor het geluid? Ik denk dat je hem zo beter hoort. En daarom hebben we in het Hof van Leiden een wooncomplex waar gewoon zorg en welzijn gecombineerd wordt. En waar 180 woningen zijn, hebben we vrijheidsmaaltijdsoep voor de bewoners van hier, maar ook voor de bewoners uit de wijk. Ja. En dan is het idee dat de mensen hier hebben een bakje soep gehaald en dat je met elkaar in gesprek raakt. De mensen zijn allemaal afgelopen jaar hier komen wonen. En zo leren ze elkaar kennen en kunnen we het ook gewoon samen de vrijheid vieren. Want is het allemaal nieuwbouw hier, hè? Het is allemaal nieuwbouw. De eerste huizen zijn opgeleverd in december. En de laatste denk ik in januari. En hoe verloopt het, dacht het nu toe? Want het zou lekker weer worden. Nu zouden een terrasje gaan... We hebben een mooi binnentuin met terras. Maar ja, en toen kwamen er ineens helemaal windstoten. En nu hebben we ons verplaatst naar de hal. We hebben vrijwilligers die zijn aan het opscheppen. En we hebben ook een aantal dames uit de wijk binnen zitten. Omdat die niet terug naar hun woning konden. Dus die hebben wel een stoeltje gegeven. Ja. En wil je nog een bakje soep proeven? Nou, dat laat ik mij natuurlijk geen twee keer zeggen. Kijk even of ik de afstand een beetje kan bewaren. Want dit is dus de bevrijdingssoep. Hè? Dit is de soep waar iedereen het altijd over heeft. Ja, dit is het soep. En dit is een recept van, ik weet even niet meer wie. Maar die heeft een recept gemaakt speciaal voor dit jaar. En het is ook Yvette van Boven, inderdaad. Ja. En we hebben blikken. Die zijn ook door Bevrijdingspop aan Zorgbalans gesponsord die er in het pand zit. Maar wij hebben juist voor gekozen met vrijwilligers verse soep te maken. Nou, hartstikke leuk. Dus het is gemaakt door de vrijwilligers op recept van Yvette van Boven. Van Yvette van Boven. Nou, ik ga... Heb je een bakje voor deze meneer Ada? Jazeker. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan nu de soep proeven. Wat vindt u er zelf van? Ik heb hem nog niet geproefd, maar ik denk wel dat hij lekker is. Nou, zullen we dan samen proeven? Ja, is goed. Ik ben heel erg benieuwd wat u er ook van vindt natuurlijk. U bent de hele dag de soep aan het uitdelen. Ja. Wat nou als hij hartstikke vies is? Hij klonk lekker toen ik hem ging maken, maar... Hij klonk lekker? Ja, ik kan hem zelf niet eten. Hoe klinkt soep lekker? Ja, het klinkt als een lekker recept, alleen ik kan hem zelf niet eten, dus dat wordt een beetje lastig. Oké, okay. En waarom lukt jou dat niet? Omdat er kokos in zit en ik ben best wel allergisch voor kokos, dus dat gaan we even niet testen. Dan kan je het beter niet doen. Nee. Nou, laten we eens even kijken. Ik zit hier met allemaal draden die een beetje onhandig om me heen dwarrelen. Maar we gaan eens even kijken. Zou u die van mij? Ja, dat is top. Mag ik dan mijn mondkapje even afdoen? Dat mag wel, hè? Jazeker. Kijk. Nou, mag ik even proosten? Proosten, hè? De bevrijdingssoep. Ja, is volgens mij goed, hè? Ik moet even twee hapjes. Dit smaakt als een recept van Yvette van Boven, dat durf ik gelijk te zeggen. Oké, nou, eet smaak. En wat vindt u ervan? Hoe vindt u hem? Ik vind hem zalig. We gaan eens even kijken, want er staan hier ook nog allemaal mensen. Dit lijken onze figuranten te zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er heel tussenin. Mag ik u vragen, heeft u al een bakje soep gehad? Ja, heerlijk was het. Ja? Echt fantastisch. Als u het een cijfer zou mogen geven, de vrijheidssoep? Een zeven. Top. En de meest gestelde vraag tijdens bevrijdingspop is natuurlijk, wat is nou vrijheid voor u? En kunt u mij vertellen, wat is vrijheid voor u? Dit is alles we mogen doen. Dit is allemaal niks. Maar we maken ons eigen best hier met z'n allen. Wat vindt u nu het vervelends? Ja, dat ik geen vrijwilligster meer mag zijn op het moment. Oké. Okay. Dat vind ik echt jammer. Zo'n leegte in je leventje. En dan zometeen, als het allemaal weer mag, wat gaat u dan als eerste doen? Vrijwilligerswerk meteen weer doen. Aan de bak. Nou, ontzettend leuk. Met elkaar. Dus, met elkaar. Ja, zolang ik het kan doen, doe ik het. Super. Nou, dank u wel, hè. Oké. Nou ja, dat was natuurlijk de bevrijdingssoep. Ik zal natuurlijk wel mijn bakje meenemen, anders is het ook zo oneerbiedig en een beetje lullig. En dan gaan we nu eens even kijken naar hierachter, want hier schijnt ook van alles te gebeuren. Iets rustiger, de mensen kunnen lekker zitten en hun bakje eten.
Het lijkt een beetje onpersoonlijk met het mondkapje op, maar ja, er is even niet zoveel aan te doen natuurlijk. Hallo! Goeiedag allemaal. Hoe smaakt de soep? Ja, is hij lekker? Ik heb hem zelf ook meegenomen. Ik vind hem zelf ook heel lekker. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kom er gewoon even bij staan als u het niet erg vindt. Ja, en als u het wel erg vindt, dan moet u het zeggen hoor. Want, nou ja, hoe smaakt de soep? Ik zie u lekker genieten ervan. Heerlijk. Heerlijk. Zou die opkomen? Ja, lekker. Ja, lekker. Wat zegt u? Die soep is voor die meneer nog. Maar die meneer die vindt hem niet zo lekker blijkbaar. Nee. Dat is wel zeer. Hey, ik pak er heel even een stoeltje bij. Nou ja. Want we hadden natuurlijk net al heel kort van tevoren gesproken. En mag ik iets heel onbeleefd vragen? Nee. Nee? Ik ga het lekker toch doen. Mag ik u vragen hoe oud u bent? 86. Ik mag nog maar hopen dat ik het red. En u heeft natuurlijk de oorlog meegemaakt. Ja, ik was als de dood. Achterdrukken waar de vriendin de wc in met mijn moeder. En ja, ook als bombardement was er in de Amsterdamstraat. En toen kwam mijn vader net kolen scheppen. En toen vloog de deur, de keukendeur uit de... vloog heel door de luchtdruk. Oh, en ik schreef natuurlijk en doen. Ja, nog meer dingen, hè. Van school weglopen. Wat ik bang was, vliegtuig hoorde, jeet, naar huis. Want ik ben heel slecht in hoofdrekening. Hoe oud was u toen de oorlog aan de gang was? Ja, ik was 35 was ik geboren, ja, in 35. Want waar woonde u toen de oorlog was? Hetzelfde waar wij hier wonen, in de Hof van Egmond. En kan u zich wat van uw gevoel herinneren van toen de tijd? Hoe het met de familie ging? Of? Ja, allemaal goed. Ja, wegduiken, hè, bij mijn buurman onder de grond. Ja. Zo, ja. En dat de Duitsers bij de poort waren, een lange poort. En dan zat mijn oom zat aardappelen te schillen, vergeet ik nooit. En toen kijken we, ik zeg tegen mijn oom, nou tenminste ik niet. Iemand zei, ik weet niet wie hoor, of mijn broers weet het niet. En die zei, oh, Duitsers of soldaten, zei ze. Nou, en die moesten meteen alles neerleggen en meteen naar de buurman. Want daar, die was alleen, tenminste met de zoon. Maar die zat ook onder de grond. En mijn vader en mijn oom, die gingen er allemaal onder. Maar ze kwamen... Scholen in de buurt allemaal bezet waren door de Duitsers. En alle scholen. Ik kreeg wel wat lekkers van ze steeds. Ja. Ik ging erheen en dan hadden ze zo'n muurtje daar zo in de Noordmarse straat. En dan zaten ze lekker een peukje te roken of wat ook. Of ze een reep chocola kregen of we kregen een keurig, weet je. Of was lekker. Ja, dat was wel... Gewoon in dezelfde buurt. Ja, het was hartstikke... Ja, het was eng. Het was hier nog weiland. Oh, dan zie ik toch die vliegtuigen allemaal pakketten naar beneden strooien. Ja. Oh. Mag ik u heel erg bedanken voor het delen van uw verhaal? Ja. Ik zou zeggen tegen u allemaal, geniet lekker van de soep. Ja. En geniet van deze mooie 5 mei, ondanks alle coronaregels. Ja, en dat het toch gezellig. We zitten toch gezellig. Nou. Dat dacht ik. Richt ik me heel veel terug naar de camera. Ik ga lekker mijn bakje soep opeten. We verkletsen nog even een stukje door over de vrijheid en wat vrijheid nou voor de mensen betekent. En dan zou ik zeggen, Bas, terug naar jou. Dank je wel, Bas.